Welkom bij Economie met Tito, over lenen. Een ander woord voor lening is krediet. In deze video gaan we kijken waarom je geld zou lenen en de verschillende soorten leningen, oftewel de verschillende soorten krediet. In eerdere video's over sparen en banken heb je kunnen zien hoe banken geld verdienen met behulp van rentes over lenen en sparen. In deze video kijken we beter hoe dat nou werkt met lenen. Geld lenen betekent dus dat je gebruik maakt van geld van een ander, vaak van de bank. Als je dit terug gaat betalen, noemen we dit aflossen en je betaalt dus ook rente. Geld lenen kost je dus geld. Onthoud dit altijd goed. Waarom zou je dan toch willen lenen? Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De zogenaamde leenmotieven. Je hebt bijvoorbeeld een tijdelijk geldtekort. Je moet nu een rekening betalen en kan dat dus niet. Ook kan het zo zijn dat je iets nu wilt kopen, bijvoorbeeld een auto, omdat je bang bent dat hij duurder wordt. Of omdat je hem echt nu nodig hebt. Het kan ook zo zijn dat je een huis wilt kopen. Hiervoor neem je een speciale lening. Deze heet een hypotheek. Hier kijken we zo meteen beter naar. Tot slot kan het zo zijn dat je een onverwachte tegenvaller hebt. De auto is kapot gegaan en hij moet gerepareerd worden, maar je hebt hier geen geld voor. Je kan dit dan lenen. Tot slot kijken we even naar de verschillende soorten kredieten. Als je geld leent om een duurzaam consumptiegoed te kopen, bijvoorbeeld een scooter, heet dit een consumptief krediet. Je kan kiezen uit een persoonlijke lening. Hierbij krijg je het hele bedrag in één keer. Of een doorlopend krediet. Hierbij mag je tijdens de hele looptijd van de lening elke keer het geld weer opnieuw opnemen, ook als je het al had terugbetaald. Of een salariskrediet. Die laatste, dat is gewoon rood staan op je betaalrekening. Bij winkels kun je soms ook producten in termijnen afbetalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je mobiele telefoon. Je bent hierbij direct eigenaar van het product. Bij huurkoop werkt het hetzelfde, maar ben je pas eigenaar als je alles hebt betaald. Dus pas bij de laatste termijn, als je die hebt betaald, dan ben je eigenaar van het product. Bij leasen word je nooit eigenaar en moet je het product aan het einde van het contract teruggeven. Als je een huis wilt kopen, neem je dus vaak een hypotheek. Het huis dat je koopt is dan het onderpand voor de bank. Als je niet meer betaalt, kan de bank dan het huis verkopen om jouw schuld terug te kunnen betalen. Dit was Economie met Tito over verschillende soorten leningen. Vergeet niet om een reactie achter te laten als je nog vragen hebt en te abonneren op dit kanaal.